100 graden. Bij 100 graden, inderdaad. Bij 100 graden gaat water over in de vorm van stoom. Maar als het vet zo heet is, gaat het zich ontleden in zuurstof en in waterstofgas. En dat is het weer maar nu. Wat er dan gebeurt bij het blussen van vet water. Het gaat allemaal een klein beetje afstand. Want is dat nu verwaard? Dit blijven. We gaan aftellen, jongens en meisjes. We gaan aftellen van 4, 9, 8. En zo vervolgens naar 0. En dan gaat dit een beetje water opgooien. Dan gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat doen we dus niet als we een brand in de vet van hebben, een waterdrop. Hè? Dat hebben we bij deze hebben we dat geleerd. Allemaal een grote applaus voor die.